In de vorige les liet ik je zien wat je met behulp van één aanpassingsslag in een foto als deze kunt bereiken. In deze les gaan we er wat verder op in en gaan we kijken wat je met een aanpassingsslag nog meer kunt doen. Als ik ga kijken naar de aanpassingsslag in het palet lagen, dan valt me op dat er zo'n wit vlak staat. Dat witte vlak is natuurlijk een laagmasker. En door dat laagmasker te vullen met de kleur zwart, kan ik bepaalde delen van mijn foto uitsluiten van de bewerking die de aanpassingslaag tot stand heeft gebracht. In dit geval zou ik dat wel willen met die fietser, want ik vind hem eigenlijk veel te donker in beeld staan. En als ik de aanpassingslaag uitzet, dan zie ik dat in het origineel die fietser een stuk meer doortekening had, met name in zijn jas. Ik moet er dus voor zorgen dat ik een selectie maak van die fietser. En dat doe ik in dit geval op een hele simpele manier, door in het palet selecteren te kiezen voor het snel selectiegereedschap. Met dat selectiegereedschap sleep ik in simpele manier door die fietser heen. De selectie is nu bijna goed, maar ik zie nog een klein gaatje tussen zijn arm en zijn jas. En om dat gaatje uit de selectie te halen, druk ik de Alt-toets in en sleep rustig door dat gaatje heen op dezelfde manier. De Alt-toets zorgt ervoor dat alles wat ik dan selecteer wordt afgetrokken van de selectie. Nu moet ik ervoor zorgen dat deze selectie op de een of andere manier in dat laagmasker terechtkomt. En de manier waarop ik dat doe is eenvoudig. Ik ga naar het palet lagen, ga met mijn muis staan in dat laagmasker, druk de Alt-toets in en klik één keer. Nu is het laagmasker geselecteerd en je ziet een heel wit vlak met daarin een stippenlijn. Die selectie zit daar dus ook in. In de gereedschapsbalk selecteer ik nu het emmertje. Ik zorg dat mijn voorgrondkleur ingesteld staat op zwart. Ik ga in die selectie staan en ik klik één keer. De selectie is nu gevuld met zwart. Maar als je gaat kijken naar het laagmasker, dan zul je zien dat het laagmasker ook een stukje zwart bevat. Ik kan heel snel checken of het allemaal gelukt is door het oogje voor de aanpassingslaag weer aan te klikken. En als ik nu vervolgens met behulp van de toetscombinatie Command of Ctrl H de stippenlijntjes om de selectie verberg, als ik nu het oogje voor de aanpassingslaag uitzet, dan zie je dat het effect van die aanpassingslaag nu een stuk sterker is geworden door die dekking te verhogen. En ik heb geen last meer van het dichtlopen van de zwarte in de jas van die fietser.